De Vierdaagse. Ja, en nadat we straks allemaal gasten hebben gehad aan de telefoon en in de studio vanwege het Goede Doelendag, hebben we natuurlijk ook al even groot belang bij wat sfeerimpressie. En daarom, Toon, waar sta je eigenlijk? Ja, ik sta op het Faberplein. En ik sta hier met iemand die naar me toe kwam en die zei: ik ben echt geboren en getogen Nijmegenaar. En dat was jij? Ja, zeker. Hallo! Hallo. Ja, ik weet niet wat ik moet vertellen, maar ik heb nog nooit de Vierdaagse gelopen. Wel altijd gefeest. Ken je Finna? Dat moest ik even doen natuurlijk, maar heb je nog wel vragen voor mij? Als kortvraag stellen. Ja, nou ja, ik vind het wel opmerkelijk. We hadden het er net al heel even over. Voor een authentiek Nijmegenaar, je hebt zelf nog nooit de Vierdaagse gelopen, zei je. Nee, dat klopt. Heb jij hem wel eens gelopen? Ik had me ingeschreven dit jaar, maar ik ben uitgeloot. Dus nu ben ik toch hier. Ah, tactisch gedaan, dat wou ik ook doen, maar dat lukte niet me inschrijven. Ja. Hij zou de Vierdaagse ook nooit halen, denk ik. 50 kilometer met bepakking. Nou, ik heb mijn eigen bepakking al, hoor. Maar eerlijk, een Nijmeegse Vierdaagse drinken is zwaarder dan een Nijmeegse Vierdaagse lopen. Ja, oké. Okay. Een Nijmeegse Vierdaagse drinken is zwaarder dan een Nijmeegse Vierdaagse lopen. Ik weet niet helemaal zeker of ik het daarmee eens ben, maar ik vind het iets om over na te denken. Heel even nog aan een echt authentiek Nijmegenaar. Vierdaagse feesten of zomerfeesten? Zomerfeesten. En Vierdaagse feesten, dat heet het, maar ik ben voor de zomerfeesten. Morgen kan ik naar Hostel. Bam, 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 bam. Ah, gewoon lekker gaan, jongen. Ja, zoals je ziet, de sfeer hier op het Faberplein zit er echt al helemaal in. Mensen staan met twee biertjes in de hand. Het is echt helemaal leuk. Ja, als de vrienden staan te roepen dat hij een atje moet doen, dus nu op tv, moet hij zich ook eigenlijk niet zo aanstellen. No. Hij wint hem. Joejoe. Hey, terug naar jullie. Wij lopen even door naar Valkhof om te kijken hoe het daar is. En dan horen jullie zo meteen van ons. Ja, dankjewel Toon. En volgens mij is het motto bekend. Het is niet meer de Vierdaagse, maar op dit moment gewoon de Bierdaagse. Dit is de Vierdaagse. De Vierdaagse. Ja, nou, ik ben dus een klein beetje opgeschoven van het Faberplein. Het Faberplein is echt ongeveer een paar meter die kant op. En ik liep onderweg naar het Valkhof. En deze twee mannen, kom er even bij, vroegen zich eigenlijk helemaal hetzelfde als wat ik me afvroeg. Zoals jullie zien, hier achter ons, er is geen beenham meer. Broodje beenham van Slagerij Peters was er toch jarenlang? Ja. Ik ben zwaar teleurgesteld, jongens. We moeten hem zoeken. Ik hoop dat iemand raad weet. Broodje beenham van Peters, waar staan jullie? Ja, het is serieus. Ik ben echt een klein beetje teleurgesteld. Ik kwam hier voorbij lopen en ik dacht, oh, de broodje beenham hoek is er weer. We hebben onze vriendinnen meegenomen. Nou, wij gaan. Ze lachen ons er net niet uit. Waar is die kraam bij jullie? Die staat hier normaal. Mag ik vloeken op tv? Dat is gewoon zwaar kut. Dat is echt. Ik bedoel, er is niks mis met Rotti. Rotti is best lekker. Maar het is geen broodje beenham. Ja, niet van Peters. We moeten nog 7 dagen. Hoe? Ja. Dit is onze start elk jaar. Dus mochten jullie thuis kijkers weten waar een broodje beenham naartoe verplaatst is. Ik heb namelijk wel gehoord dat hij verplaatst is. Dus hij is er nog. Laat deze twee mannen het even weten. Mocht je ze tegenkomen, zie je ze op straat, zeg dan broodje beenham, Slagerij Peters. En anders waarschijnlijk hier onder een e-mailadres of zo. Ja, kunnen we jullie mailen. We gaan op zoek, jongens. Dank jullie wel. Jullie ook. In ieder geval. Doei. Dank je wel. Dank jullie wel. Terug naar jullie. Als ik het weet, dan laat ik het weten. In de tussentijd schakelen wij hier over naar Toon. Want Toon, ik zie dat hij ergens staat in Nijmegen. Toon, ben je daar? Ja, ik ben er zeker. Ik sta bij het Valkhofpark, bij het Valkhof Festival. En er is eigenlijk, je hebt Club Voorweg beneden, je hebt hier nog twee stages. Maar er is eigenlijk maar één plek wat echt de place to be is. En dat is de place to be. Ik sta hier met Lisa. Hoi. Hoi. Lekker. Is helemaal jouw ding dit, of niet? Dit is helemaal mijn ding, ja. Vertel. Nou, de place to be is gewoon een toiletervaring. Dus alle mensen die hier werken, die hebben prachtige pakken aan. We doen allemaal zo gek als dat we kunnen. Wel bij een bijpassend thema. Vandaag zijn we aan het wild plassen, zoals je kan zien. Prachtige pakken.
ja, gekkigheid, feestjes, the place to be. En als ik zo vrij mag zijn, wat zijn de toekomstige thema's, zodat we daar rekening mee kunnen houden? Ja, zeker. Nou, we hebben nog Tropicana. Mm-hmm. Die komt ook nog. Poepicana eigenlijk, moet ik dan zeggen. Beneden is Toedeloeloeland. mijn favoriet is Fitpis. Fitpis. Fitpis, daar ben ik erg fan van. Ja, wat hebben we nog meer? Boemkakalakka hebben we ook. Ik ben echt helemaal fan. Elke keer als ik hier voorbij loop, denk ik, ja, dit is echt goed aangepakt. Ja, ja, nee, het is echt... Gideon is de bedenker van The Place to Be. En hij blijft fantastische dingen bedenken. En het is gewoon echt ook een feestje om dit werk te doen. Dus het is, ja, nee, het is gewoon, het is, ja. Ja, het is ook echt... Plassen is, ik heb het ook nog nooit zo feestelijk gezien. En je hebt dan inderdaad ook nog gewoon een heel podium erbij. De vorige keer waren jullie ook veel breder hier, of niet? Ja, klopt. En toen hadden we echt een dansvloer. En die missen we nu een heel klein beetje. Misschien dat we daar nog een klein beetje verandering in gaan brengen. Want die hoort wel echt bij de place to be. Dat er ook gewoon geafterpartied kan worden in de wc, zeg maar. Dus dat zo is het ooit begonnen, eigenlijk. Daar weet ik alles van. Ja, dus dat gaan we stiekem nog wel even doordouwen waarschijnlijk deze week. Even douwen. Even douwen. Dat is voor volgend jaar, even douwen. Even douwen, ja. Helemaal goed. Dankjewel, Lisa. Graag gedaan. Heel veel plezier in ieder geval. En een ontzettend fijne week. Oh, en als ik er nog even mee mag afsluiten. Is het volgens jou, zijn het de vierdaagse feesten of de zomerfeesten? Ja, voor mij zijn het de zomerfeesten. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja, dat wilde ik gewoon even horen. Ik kreeg heel erg op mijn kop dat ik het zomerfeesten noemde. Maar heel Nijmegen noemt het zomerfeesten. Dus klaarblijkelijk is er niet zoveel mis mee. Terug naar jullie. Dankjewel, Toon. Het wordt heel gezellig vanavond. Ik moet eerlijk bekennen. Ik weet niet, is het nou Toon die dit soort mensen aantrekt? Of de mensen die gewoon Toon aantrekken? Eén van beiden zal het zijn. Maar dat ziet er wel heel gezellig uit daar. Nou, zo zal dat de rest van de avond ook gaan. Hij komt straks nog een paar keer terug. We gaan door met muziek. Nou, Rick Astley, is het tijd voor een oudje van The Whispers. And the beat goes on. Vanavond zijn we een beetje de foute kant uit gegaan. En dat is helemaal in lijn met... Nee, dat bedoel ik goed hoor. Het is helemaal in lijn met Toon. Want die is allerlei leuke mensen in Nijmegen aan het opzoeken. Toon, kom er maar in. Waar ben je op dit moment? Ja, waar ben ik? Ik ben op de markt. Op de grote markt. En ik sta hier met mijn goede vriendin Karin. Ja, hoi. Hallo. Ja. Karin is nog een beetje verlegen omdat ze niet helemaal door had dat er een camera bij zou komen. Ja, inderdaad. Ja. Maar hoe bevalt het tot nu toe? Heb je het een beetje naar je zin? Nou, wij komen net binnenlopen, dus ja, prima. Maar je komt net binnen? We komen net binnen, okay. Ja. Maar, met de bus. Met de bus. Waar kom je vandaan? Ewijk. Ja. Ewijk. Ja, Ewijk. Hartstikke mooi. kom je zeg maar ook de hele komende week bij je hier of kom je alleen even één zaterdagje bier drinken? Nee, de hele week zijn we hier. De hele week. Ja. Harde kern ben je. Ja, dat zeker. Ga je hem ook nog lopen? Nee, nooit. Nee, nooit? Veel te gezellig s'avonds. Ja? Okay. Ja, ik heb heel veel van eigenlijk al sinds ik hier studeer en woon, hoor ik al de hele tijd het argument in daar van ja, nou later als ik hem niet meer kan vieren, dan wil ik hem wel gaan lopen. Nee, dat ga ik sowieso niet doen. Nee. Nee, dat gaat me ook niet lukken, denk ik. Nee, je blijft hem gewoon vieren. Ja, sowieso. Ja, precies. Ja. Als je hem niet meer kan vieren, dan kan je hem ook niet meer lopen. Nee, daarom. Dus ik blijf hem vieren. Ja. Jij wil ook even in beeld. Kom eens hier. Wie ben je? I'm good. I don't speak Dutch, I'm sorry. You don't speak Dutch. Where are you from? Brazil. Yes. Is this your first time in Nijmegen? Second. Is this your first time at the Vierdaagse? Second. Oh, you know what's going down then? Yeah, I do. Enjoy. Thank you. Hey Karin, ja. Sorry dat ik het even onderbrak. Nee, dat maakt niet uit. Heel veel plezier. Ja, je ziet eruit alsof je in ieder geval nog vele jaren kan vieren. De hele week nog aankomen. je ziet eruit alsof je hem nog zou kunnen lopen, dus je kan hem sowieso nog vieren. Nou, wie weet. Nou, dankjewel. Hey, en als ik dan ook meteen heel even de aandacht mag. Want jij bent al de hele tijd zeg maar, van die goede, foute discoplaatjes aan het draaien. Ja. Mag ik dan Rara Rasputin van je aanvragen? Want dat vind ik wel ook echt een goed fout plaatje. En ik sta echt 100% achter de muziek die jij draait. Dus. Jij bedoelt Boney M met Rasputin? Of... Ja, zeker.
Jazeker. Ja, die ga ik speciaal voor jou dat draaien, ik, Toon. Ik, dat is het minste wat ik voor je kan doen. Ik ben helemaal fan van alles wat je aan het doen bent. Dus helemaal goed. Okay. Oh, er is een Polonaise bezig. Daar sluit ik even aan. En dan zie ik jullie over een paar minuten alweer. Houdoe. Tot zometeen. Ja, hoi. Ik sta inderdaad, ik sta op plein 44 op een 90s party samen met... Joep. Wat? Joep. Ja, zeker. Hallo Joep. Hoi, hoi, hoi. Goedenavond. 90s is helemaal jouw ding. Ik zie helemaal het hier ook. Helemaal jouw ding, jongen. Echt waar. Sasko Mendel, Tio optreden. Ik heb er zin in. Ja? Ja, zeker. En je staat hier elk jaar zeker, of niet? Elk jaar. Ras echt een Nijmegenaar. Geboren en getogen. Helemaal goed. En ga je hem ook nog gelopen, de Vierdaagse? Nooit. Iedereen aan wie ik het vraag zegt hetzelfde, man. Nee. Het is veel te leuk om te vieren. Zolang ik kan feesten, blijf ik feesten. Ja, zeker. Ja, helemaal goed. En wat staat er nog meer op de planning? Zijn er nog dingen waar je echt naartoe zit te leven deze week? Nee, gewoon lekker rondlopen. Lekker gewoon genieten. Lekker bandjes kijken. Komt wel goed. Ja, zeker. Alle vertrouwen in. Alle vertrouwen in. Ik vind jou ook helemaal een type die dit prima een week kan volhouden. Ja, absoluut, ja. Ja, zeker. Lekker biertje erbij, prima. Ja, ja lekker. Goed, hey, geniet ervan. Heel veel plezier dan. Fijne dag. Oh, nog één ding. Ja. Ik kreeg op mijn kop... Nou, wacht. Zijn het volgens jou zijn het de Vierdaagse feesten of de zomerfeesten? Zomerfeesten, hè? Ja, precies. Dat is echt dus. Dat is 4 voor 4 of zo. 3 voor 3. Ja, super. Goed antwoord. Dankjewel. Ik blijf misschien wel even hier hangen, want de 90's, als er echt een beetje lekkere plaatjes gedraaid worden, en dat is op zich nu wel ter sprake, dan blijf ik hier misschien wel even hangen. Zo meteen lopen we door iets verder de stad in, maar we zien het allemaal dan wel. En tot zo meteen dan. Ja, dankjewel. Zou natuurlijk leuk zijn als je Mental Tio nog aan de lijn krijgt, Toon. Oh, wat is het toch een lekkere avond met dit soort muziek op de radio. RN7, natuurlijk heel veel verslag vanuit Nijmegen. En hoe is het met de Nijmeegse Vierdaagse? Woe! Woe! Gezellig! Steek je handen in de lucht! Lekker! Oké, ik kom zo even bij je terug, want ik ga zo meteen. Als jullie even daar gedansen, dan komen we zo in jouw kant. Dat was een heel kort fragment van Toon, die op dit moment... Je ziet het gewoon op tv gebeuren. Hij heeft het volgens mij nog gezelliger dan de mensen die daar rondlopen. Nou ja, daar hoort, vind ik ook, dit soort muziek bij. Zometeen komt hij er weer in en dan gaat hij ongetwijfeld praten met de mensen die hij nu na zich heeft staan. Ik ben heel geïnteresseerd in de man die... Wat heeft hij in zijn hand, joh? Volgens mij is het een dildo. He's out of Venga Boys. Naar Studio 54 met 3 uur lang foute muziek, maar ook heel veel hele interessante interviews live. Hier is Toon vanuit het centrum van Nijmegen. Ja, vanuit plein 44 zelfs. Ik sta hier met Luc. En Luc, hey! die kan mij een masterclass geven in vrouwenversieren, volgens mij. Een masterclass vrouwenversieren? Ja, jij bent wel echt een verslinder. Nou, wat wil je weten dan? Ik wil het gewoon zien. Ik wil het gewoon zien. Wat wil je zien? Je wil het zien. Ik moet vrouwen versieren. Nou, hier staan vrouwen. Hier, kijk. Ja, die hebben we net al gehad, hè? Die meid in die rode jas. Die ja, met de rode jas. Kijk, mag ik jou versieren? Ik wil jou versieren. Ik zal de microfoon hebben. Nee, mag ik niet. Mag niet? Nee, mag niet. Dat vind ik jammer. Hey, al die vrienden van jou hier, die staan er ook maar een beetje bij. Hier zijn al mijn vrienden. De complete discotheek. Nijmegen is één groot feest. Waar je maar wil zijn, Nijmegen heeft het allemaal. Wandelen, lopen, rennen. Drinken. Nijmegen, alles. Wij komen uit Limburg, maar wij gaan naar Nijmegen. Proost! Wijsheden van Luc. Dankjewel, Luc. Alsjeblieft.
Wat is dat toch met al die dildo's vanavond, Toon? Improviseren, heel goed. Oké, ik wil nou weg van blijven hier in 40, want ja, op een gegeven moment heb je gewoon genoeg dildo's in je gezicht gekregen. Dan is het gewoon leuk geweest. Dus we lopen even verder. Ik denk naar het Koningsplein. En dan zien we daar wel weer. Oké, Ik spreek je straks weer, Toon. We gaan er een gezellige avond van maken samen. Ik had eigenlijk met heel iemand anders. Ik had eigenlijk met heel iemand anders de dames hier achteraf gesproken. Die moeten er ook even bij komen. Maar zij hier komt de tong uitsteken. Wie ben jij? Lisa! Hoi! Lisa, hoi! Nog harder schreeuwen alsjeblieft. Ik denk niet dat ze door hebben. Oké, Lisa! Dankjewel Lisa voor de bijdrage van jou. Nee, Lise! Oh, Lise. Ja. Met een E. Met een E. Ja, met een E. Met een E van E. L-I-S-U-H. Nee. Ja, wat jij wil, Pien. Ik wil met U-H. Mensen. Hey, ja. Doei. Oké, doei. Het loopt helemaal in de soep hier. Hey dames. Nee. Hoi. Ha. Hoe is het tot nu toe? Hebben jullie het een beetje nice in? Jazeker, kei mooi. Kei mooi. Ja. Dit vind ik gewoon weer. Kom jij uit Brabant? Nee, Limburg. Dan wil ik niet meer met jou praten. Kom je ook uit Limburg? Nee, ik woon in Brabant, maar ik kom uit Limburg. Oh, dat, ben ik... dat is moeilijk, hè? Ja, dat is lastig. Deze man draagt ook veel bij. Hey, wat doen jullie hier dan? Want het is een leuk feestje, maar Brabant en Limburg, dat is al nog een eindje rijden dan. Nee, geboren, getogen, vlakbij, net hier om het hoekje, Gennep. Altijd de Vierdaagse gelopen, altijd Vierdaagse feesten gevierd. Ja. Hey, kan je hem dit jaar ook weer lopen? Nee, nou is het klaar. Nou, alleen een biertje. Heb jij hem gelopen ook? Ja, ook. Ja, weet je al het verhaal. Eerst gelopen en nu samen wat drinken. Helemaal gezellig. Ja, toch. Ik hoor een heleboel mensen zeggen, ik ga hem pas lopen als ik hem niet meer kan feesten. Maar ja, voor jullie is het andersom. Bij ons andersom, ja. We zijn begonnen met lopen en toen eenmaal feest. Nu je meer dingen zegt, nu hoor ik ook steeds meer dat je uit Limburg komt. Ja. Nou, dankjewel, ja. Brabant, beter. Ja. Ja. Ja, helemaal goed. Iedereen is welkom natuurlijk, dus geniet ervan. Sowieso. Veel plezier. Dankjewel. Is er nog iets waar jullie echt naartoe zitten te kijken deze week? Is er iets waar jullie per se wat jullie willen zien of zo? Nee hoor. Gewoon elke avond kijken waar we landen. Maakt niet uit. En tot slot, want ik wil het dan toch nog even met dezezelfde vraag afsluiten als ik tot nu toe alle gesprekken heb gedaan. Zijn het de Vierdaagse feesten of de zomerfeesten? Eigenlijk de zomerfeesten. Eigenlijk de zomerfeesten, hè? Zomerfeesten, ja, serieus. Ja. Exact Vierdaagse feesten. Oké, ja, dan ben jij de eerste. Heel goed. Het zijn dus eigenlijk gewoon de zomerfeesten. Oké. Ik heb daar ga ik nou niet meer zo kinderachtig over doen. Ik wil jullie in ieder geval heel veel plezier wensen de hele komende week. Jullie zien mij helaas nog wel een paar keer terugkomen. Maar voor nu ga ik zelf ook even genieten. Ga ik zelf ook even feesten. Ik wens jullie nog een fijne avond en tot de volgende. Dankjewel. Toon, voor jouw fantastische aandeel vanavond. Zonder Toon hadden we toch niet een goed beeld kunnen krijgen van datgene wat er op dit moment zich afspeelt. Daar in het centrum van Nijmegen. Op het Koningsplein was die wel te verstaan.